Oké, het is nu mogelijk om je eigen programma samen te stellen voor de conferentie voor onderwijsvernieuwing en ICT 2012 die gehouden wordt op Papendal. Het gaat eigenlijk heel eenvoudig. Hier zie je de programmamatrix, die is nu helemaal gevuld, volledig en daarmee ook definitief. Dus vanaf nu kun je je eigen route gaan bepalen. Het eerste wat je doet is, je gaat op zoek naar een workshop die je graag wil bijwonen. Nou, stel nu dat je er een wil bijwonen van Sambo ICT. Dan klik je daarop en je komt in de pagina die meer detailinformatie geeft over zo'n workshop. Je scrolt naar beneden en dan kan je aangeven een eerste, tweede of derde voorkeur. In dit geval klik ik op eerste voorkeur. En ik ga weer terug naar het programma. Je zult nu zien dat wanneer je weer naar de betreffende presentatie gaat, dat er een eentje is verschenen. En die geeft jouw voorkeur weer. Nou, op dezelfde manier kun je van alle rondes een eerste, tweede of derde voorkeur bepalen. En die voorkeuren worden opgeslagen in mijn programma. Daarbij is het wel belangrijk dat je cookies toestaat, want anders wordt het persoonlijke programma niet bewaard. Je ziet nu in mijn programma dat ik de eerste en tweede ronde heb ingevuld. Nou, zo kun je eigenlijk alle rondes doorlopen. Vergeet ook de verdiepingsconferentie niet, want er is geen enkele reden om eerder naar huis te gaan met zo'n mooi programma. Wat je ook kunt doen is uiteraard je programma printen. Dat wordt dan een PDF-document die je als PDF kunt opslaan of kunt afdrukken. Nou, dit is eigenlijk alles wat je moet weten over het samenstellen van je eigen persoonlijke programma op de Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT op Papendal. Vergeet niet het tweede tabblad voor de donderdag, waar ook nog ronde 5 en 6 in de verdiepingsconferentie staat. Maar dat spreekt eigenlijk voor zich. Veel succes met het samenstellen van je eigen programma.